Elke student in het Vlaams Hoger Onderwijs start met 140 studiepunten leerkrediet. Dit is een virtueel gevulde rugzak van studiepunten om in te zetten in het hoger onderwijs. De studiepunten waarvoor iemand zich inschrijft met diploma of creditcontract gaan uit het rugzakje. Het aantal studiepunten waarvoor iemand credits verwerft, dat wil zeggen minstens 10 op 20 behaalt voor een opleidingsonderdeel, komen er opnieuw bij. Niet geslaagde studiepunten en gedelibereerde of getolereerde studiepunten is men kwijt. Er is ook een bonussysteem en een mogelijkheid tot heropbouw van dit leerkrediet. Het bonussysteem geldt voor de eerste 60 studiepunten onder diplomacontract die een student verwerft in het Vlaamse hoger onderwijs. Deze studiepunten komen er dubbel bij. Dit ongeacht de opleiding of het jaar waarin deze werden behaald, maar enkel indien de student ononderbroken studeert in het Vlaams hoger onderwijs. Het leerkrediet kan in de loop van het academiaar wijzigen bij stopzetten van de studies of bij wijziging in het studieprogramma. Voor 1 december worden de opgenomen studiepunten terug toegevoegd aan het leerkrediet. Tussen 1 december en 15 maart worden de studiepunten van semester 2 terug toegevoegd aan het leerkrediet. En bij generatiestudenten die heroriënteren, ook de helft van de studiepunten uit het eerste semester waarvoor geen examens werden afgelegd.